Nummer 41 dit jaar, John Lennon en Yoko Ono en Happy Christmas waren ze over. Sas, in de volgende uur ga ik het dan even snoezen van afgelopen week draaien. En van deze week, wat de komende weken de snoezen wat. John komt er ook eraan. Nu verkrijgbaar de unieke 3-kleuren sticker van Radio Theepot. Wil je die ook hebben? Maak dan minimaal €3,50 over naar ING rekeningnummer 3x0-12-88-502 ten name van T. Postma. En vermeld ook je naam en adresgegevens. Zo steun je Radio Theepot 918 AM. Afgestemd op Middengolf 918. Dit is het geluid van Radio Theepot. Nu verkrijgbaar de unieke 3-kleuren sticker van Radio Theepot. Wil je die ook hebben? Maak dan minimaal €3,50 over naar ING rekeningnummer 3x0-12-88-502 ten name van T. Postma. En vermeld ook je naam en adresgegevens. Zo steun je Radio Theepot 918 AM. Is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Dagdromen. Iedereen dagdroomt wel eens. Of het nu tijdens een saaie vergadering is terwijl je uit het raam staat, of terwijl je wacht op de bus. Hoewel dagdromen vaak als nutteloos worden gezien of zelfs als luiheid, speelt het een cruciale rol in ons mentale en emotionele welzijn. Dagdromen is een spontane mentale activiteit waarbij onze gedachten afdwalen van de directe omgeving en zich richten op interne beelden, scenario's en herinneringen. Tijdens het dagdromen creëren we een innerlijke wereld die kan variëren van het herbeleven van oude herinneringen tot het voorstellen van toekomstige gebeurtenissen. Neurowetenschappers hebben ontdekt dat dagdromen een belangrijke functie heeft in onze hersenen. Tijdens het dagdromen schakelt onze hersenactiviteit over naar wat bekend staat als Default Mode Network. Dit netwerk is actief wanneer we niet gefocust zijn op de buitenwereld en ons in plaats daarvan richten op interne gedachten en gevoelens. Een van de meest waardevolle aspecten van dagdromen is dat het onze creativiteit kan stimuleren. Wanneer we dagdromen maken onze hersenen onverwachte verbindingen tussen ideeën, wat kan leiden tot innovatieve oplossingen en creatieve doorbraken. Dit is waarom je soms de beste ideeën krijgt wanneer je gedachten afdwalen. Dagdromen helpt ons ook bij het verwerken van herinneringen. Door na te denken over gebeurtenissen uit het verleden en mogelijke toekomstige scenario's, kunnen we ons leven beter begrijpen en betekenis geven aan onze ervaringen. Dagdromen kan daarnaast fungeren als emotionele uitlaatklep. Het stelt ons in staat om situaties opnieuw te beleven en alternatieve uitkomsten voor te stellen, wat kan helpen bij het verwerken van emoties en het verminderen van stress en angst. Hoewel dagdromen vaak gezien wordt als het tegenovergestelde van mindfulness, kunnen beide activiteiten elkaar aanvullen. Mindfulness richt zich op het bewustzijn van het huidige moment zonder oordeel, terwijl dagdromen ons toestaat om te reflecteren op het verleden en de toekomst. Beide zijn essentieel voor een gezond en evenwichtig geestelijk leven. Er bestaat een misvatting dat dagdromen luiheid bevordert en ten koste gaat van productiviteit. In werkelijkheid kan dagdromen juist helpen om effectiever te werken. Korte momenten van dagdromen tijdens een werkdag kunnen als mentale pauzes dienen, waardoor we daarna weer gefocust en verfrist aan de slag kunnen gaan. Als je merkt dat je te weinig tijd hebt om te dagdromen, zijn er manieren om deze creatieve en rustgevende momenten te stimuleren. Neem regelmatig korte pauzes gedurende de dag om je gedachten te laten afdwalen. Dit kan zo simpel zijn als een wandeling maken of even uit het raam staren. Laat jezelf toe om je te vervelen. Verveling kan een krachtiger aanjager zijn voor dagdromen, omdat het je geest ruimte geeft om vrij te associëren en te verkennen. Het creëren van inspirerende omgeving kan ook helpen voor een omgeving die dagdromen bevordert. Dit kan een rustige plek zijn met natuurlijke elementen zoals planten en zonlicht, of een ruimte met inspirerende kunst en boeken. Dagdromen is veel meer dan een tijdverdrijf. Het is een essentieel onderdeel van onze mentale en emotionele gezondheid dat onze creativiteit stimuleert, ons helpt bij herinneringen te verwerken en ons emotioneel in balans te houden. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Dit is de Dolle Vrijdagavondshow. Uw presentator is Fred Samting.